Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken is gisteren flink onder vuur genomen in de Nationale Assemblée. De oppositie diende naar aanleiding van onverantwoorde uitspraken van de minister in een voorlichtingsprogramma ook een motie in om het vertrouwen in de bewindsman op te zeggen. De indieners wilden hiermee het volk beschermen tegen rancune van minister Noor Mohammed. Melvin Bouva van de NDP stelde dat Noor Mohammed zijn verontschuldigingen moet aanbieden aan de samenleving en de Nationale Assemblée. Meneer Bouva, ik bepaal wat ik beantwoord. Ja. Heer minister van OW, u heeft het woord en hoeft niet in te gaan op zaken die buiten de microfoon worden gezegd. Mag ik de leden vragen om rustig te zitten? Lid Bouva, u moet niet schreeuwen in de zaal, lid Bouva. Heer minister, gaat uw gang. Voorzitter, ik ga in op de opmerkingen en wat algemeen vertellen over het ontwateringsbeleid, et cetera. Onvoorstelbaar wat er zich hier in het hoogste college van staat voltrekt. Voorzitter, maar ik vraag u de ruimte dat ik mijn punten 2 van orde maak. Allereerst merk je, voorzitter, dat de laatst gesproken minister van Openbare Werken totaal geen respect toont voor de samenleving, niet voor DNA. Doet een zeer kwetsbare uitspraak. Hij komt hier alsof er niets aan de hand is. Dat is 1. Voorzitter, de samenleving is daar. Het volk is luisterende en zij zullen een oordeel vellen. Voorzitter, maar het punt van orde wat voor mij alles slaat, voorzitter, is uw mededeling over de spreektijdenregeling. En voorzitter, wanneer mensen vinden dat de Nationale Assemblée, het hoogste college van staat, een poppenkast, is dat niet mooi zo kwalijk? Ja, ik ook, voorzitter. Maar op de wijze waarop afspraken hier worden gemaakt, waar we als volwassen mannen en vrouwen, fractieleiders zitten, afspreken dat elke parlementariër in de eerste ronde 2 minuten krijgt, in de tweede ronde 2 minuten krijgt om in te gaan op de gestelde vragen, op in te gaan op de gestelde antwoorden. En men op een zeer onverklaarbare, dictatoriale, onvoorstelbare wijze terugkomt, voorzitter, slaat alles. De fracties van de NDP en de BEP hebben de motie ondertekend. Minister Noor Mohammed ging niet in op de opmerkingen vanuit de oppositie. Vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, Deo Charman, wil de Bouva niet in de gelegenheid stellen om in te gaan op de uitspraken. Charman was namelijk van mening dat de uitspraken waarover er commotie is ontstaan niet in het parlement zijn gedaan. Aangezien de indieners van de motie niet in de vergaderzaal aanwezig waren, is de motie niet behandeld en in stemming gebracht.